bij een nieuwe video. Ik ben door Books with a Beauty Chick getagd voor de I Love Spring Book Tag. En het duurde eventjes voordat ik de tag ging opnemen, omdat ik niet wist welke boeken ik moest gebruiken hiervoor. Maar ik heb ze gevonden en klaargelegd, dus tijd voor de I Love Spring Book Tag. De allereerste vraag is, wat vind je het leukste aan de lente? Nou, dat vind ik eigenlijk een hele makkelijke. Ik ben gek op terrasjes weer en ik vind het heerlijk om tot laat lekker op het terras te zitten of in de tuin te zitten. Het is lekker weer. Ik vind de kleding leuker in de lente. En dan is het nog net niet zomer dat je wat plakkerig bent en bezweet. Maar dat je nog wel s'avonds een vestje of een jasje aan kunt trekken. Wat ook meestal heel leuk staat. Of een leuk dun sjaaltje. En oké, dan denk ik eigenlijk wat meer aan kleding en zo. Maar dat vind ik ook heel erg leuk. Dus maar aan terrasjes. En dat ja, eigenlijk het seizoen van de festivals begint. Er zijn in de lente hele leuke festivals. Ik ben voor vorige week naar Food Truck Festival geweest. En dat was heerlijk weer. Zit je met een hele groep op een picknickkleedje in het park en nou, overal om je heen natuurlijk lekker eten. En dat vind ik heerlijk. En voor mij mag de lente best wel lekker lang duren, want ik vind het misschien nog net iets lekkerder dan de zomer. Want in de zomer weet je gewoon heel vaak niet wat je aan moet trekken en is het gauw te warm. En het is de enige mogelijkheid om verkoeling te krijgen in het water gaan en dat is niet altijd een optie. Maar in de lente kun je nog, als het warm is, je vestje uit. Als het koud wordt, je vestje aan en ik vind dat gewoon veel makkelijker. De tweede vraag is, naar welk boek kijk jij deze lente het meest uit? Ik heb even gekeken op bol.com welke boeken er uitkomen en ik heb er zelfs al een paar gereserveerd. En eentje daarvan komt in de lente uit, begin juni geloof ik. En dat is On Life van Anna Nushin. En ik heb haar eerste boek al, On Top. En dat is een van mijn favoriete boeken qua ja, inspiratieboeken, zeg maar. En ik vind Anna Nushin gewoon qua persoon ook heel erg leuk. Zoals ze overkomt op Instagram en op haar YouTube kanaal en bij RTL Boulevard. En ja, haar tweede boek wilde ik ook heel graag hebben. Dus ik heb hem meteen gereserveerd. En dat is eigenlijk wel het boek waar ik het meest naar uitkijk. De derde vraag is echt een boekvraag. En dat is de vraag, welk boek doet je echt aan de lente denken? Ik moest heel eventjes in mijn boekenkast kijken. En ik heb eigenlijk gekeken bij de boeken van de ruggen roze, rood, oranje, geel zijn. En groen. Omdat ik ervan uitging dat dat wel de meest kleurrijke boeken zouden zijn. Maar er stond er dus ook wel eentje bij blauw. En dat is eigenlijk wel een colorblocking. Aan de zijkant is hij dus blauw en roze. Dus een boek van Astrid Harrewijn. Prinses in de polder. En dit boek doet me heel erg aan de lente denken. Omdat natuurlijk het iemand is die springt en eigenlijk vliegt door de lucht met een... geen paraplu, maar een parasol denk ik dan meer. Maar het ziet er gewoon heel vrolijk uit en lekker kleurrijk. En ja, bij dit boek moet ik echt meteen aan de lente denken. En het is ook echt een feel-good boek. Dus in de lente vind ik feel-good books ook heerlijk om te lezen. De vierde vraag. Op welke plek ga je deze lente het meest lezen? Nou, die vind ik ook heel makkelijk. Het kunnen twee plekken zijn. Dat kan of op mijn balkon zijn. Hoewel ik daar wel heel snel afgeleid raak. Omdat er heel veel buiten altijd gebeurt. En er zijn veel mensen. En ik woon boven een supermarkt. En er zijn gewoon echt, er gebeurt gewoon heel veel hiervoor. Dus het is nooit saai. Maar om dan lekker te lezen, ik denk dat ik dan wel heel langzaam zou lezen. De allerlekkerste plek in de lente en zomer vind ik de tuin van mijn ouders. En daar zit ik dan ook heel vaak. En dan... ja, kan ik gewoon echt uren lezen en s'avonds laat nog lekker met de heater er dus bij en misschien nog een lampje erbij aan. Maar ik vind het ook lekker om aan het zwembad te lezen of op het strand, maar ik weet niet of dat in de lente echt van toepassing is. Het zal meer de zomer zijn natuurlijk. De vijfde vraag is echt een boekvraag of een vraag waarbij je een boek moet laten zien. En dat is de vraag, vind een boek met de zon erop? Nou, dit vond ik heel lastig, want bijna iedereen heeft wel ik geef je de zon, dus die is al makkelijk. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen boeken met de zon, dacht ik, totdat ik een boek tegenkwam. Bij blauw, want ja, zo is natuurlijk mijn boekenkast ingedeeld. En hierop zie je dus wel de zon. En dat is Verloren Liefde van Milva. De zon staat natuurlijk wel al wat lager. Je ziet hier iemand staan op het strand. Maar het is dus een zon. Kijk, een zon. En het boek is al echt al een paar jaar geleden uitgekomen. Dat was in, even kijken hoor. Was in 2008. En Milva is een collega van mij van Free Musketeers. Mijn boeken kwamen in het begin natuurlijk ook uit bij Free Musketeers. En ik heb Milva meerdere keren ontmoet. Ze is op mijn boekpresentatie van Blindelings geweest. En ik heb haar pas weer gezien bij het gala van het fantastische boek. En haar boek staat natuurlijk al jaren heel mooi in mijn boekenkast. En gelukkig maar, want ik heb nu dus een boek met een zon. Dan zijn we alweer bij de laatste vraag. En dat is de vraag, vindt een boek met veel kleuren erop? Ook deze vraag vond ik eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Want ik weet wel een boek waar veel kleuren op staan. Het is een boek dat ik pas geleden mocht corrigeren. Dus dit boek, Girl Online, of nee, Girl Online on Tour van Zoe Zak, oftewel Zoella. En je ziet hier natuurlijk, het is paars, het is oranje, daar heb je rood, blauw, groen.
wit. Het is ja, allerlei kleurtjes. En ik vind het echt heel vrolijk uitzien. Nou, kijk, aan de achterkant ook. En ik vond dit boek sowieso heel erg leuk. Ik werd er heel vrolijk van. Maar dit boek is qua kleur denk ik wel echt een winnaar. En zelfs... Oh, er zit een foldertje in. Ook aan de binnenkant is het kleur, is het blauw. Daar was ik volgens mij best wel snel doorheen. Maar dit was dus mijn I Love Spring Book Tag. Ik heb echt een beetje moeite met het uitspreken van die tagnamen. Want dat zal altijd heel erg lang zijn. Zullen we dit nu ook iemand taggen? En ik tag Adorable Books. En ik hoop dat jullie dus deze tag over gaan nemen. En stuur me vooral een berichtje wanneer jullie dat gedaan hebben. Dan ga ik hem ook kijken natuurlijk. En wil je zelf overnemen? Dat mag natuurlijk. Laat het dan ook eventjes hieronder weten. Want dan kan ik bij jullie ook allemaal eventjes kijken. Als je de video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet, want we hebben net de 200 abonnees verlotingsvideo gehad. En we zitten nu volgens mij aan de 258. Ik spreek iedere keer in we, terwijl ik gewoon, ik ben alleen. Bij 300 abonnees verloot ik natuurlijk weer een pakketje. Want die boeken die blijven hier staan. En er komen ook waarschijnlijk steeds meer boeken bij. Maar ik blijf ze natuurlijk verloten. Dus wil jij ook nog steeds meedoen en wil je nog steeds een pakketje winnen? Vergeet je dan niet te abonneren. En als je geabonneerd bent, blijf vooral geabonneerd. Want bij 300 abonnees gaat er weer een boekenpakketje uit. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei doei!